Hey, hallo luidjes, daar zijn we weer. Ja. De Travelers, Erwin en Greetje. En wat hebben we allemaal in deze film? Een mooi plekje in Frankrijk. We beginnen in Eersel, daar staan wij op een paardenranch. Ja. Dan gaan we naar Arendonk, naar mensen die wij ontmoet hebben in Noorwegen. Ja. Daar hebben we een nachtje gestaan bij hun op het erf. Ja, bij Bart van der Stukken en Lilianne, geloof ik. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja, was heel gezellig. En daarna zijn we eigenlijk op zondag zijn we doorgereden naar Le Mans. En dat is ook een hele leuke plaats om daar eens heen te gaan. We hebben ook heerlijk gegeten bij Libertà. Ja, op aanraden van Jan Willem en Thijs. Ja, was dus een succes. Als jullie kijken, gegroetjes nog natuurlijk. En daarna rijden wij verder. Ik weet niet waarheen. En als... Ja, naar een heel leuk. Wat oh, altijd ja. Municipal was. Liquai. Ja. Hele leuke camperplaats. Zijn we één nacht geweest. We wilden daar wat langer blijven, maar het is het niet geworden omdat ze aan het snoeien waren. En dan gaan we weer verder naar waarin. Nou, we zijn even in Schijndel bij De Wit. Gaan we even wat kleine dingetjes kopen. Ja, het ging net goed. Nou, we zijn eventjes bij La Crosse. In Schijndel. In Schijndel. We zijn net bij De Wit geweest. En nu we hier toch zijn, er is een kleinigheidje mis met mijn fiets. Die sluit een beetje aan bij de kettingkast. Dus we gaan even kijken of ze er misschien wat aan kunnen doen. Ze kunnen ons direct even helpen. Dus Erwin moet even de fiets van de camper halen. Dat is fijn. Nou, Gray, hij is weer klaar. Goede service. Goede service. Bij La Crosse in Schijndel. 22 februari. Ja, ik vraag me af, hoe kan dat nu al? Ja, deze is gewoon echt vet gepakt. Deze, oh. Want het is een beetje ziek. Maar het belangrijkste is, hij is weer helemaal goed. En goede service van La Crosse in Schijndel. Hè? Dus als mensen die in een camper wonen of met een camper onderweg gaan, koop dan maar gewoon een fietsje bij La Crosse. Moet je het dan nog een keer zien? Nou, de fiets er weer op. En dan gaan wij weer verder, richting het zuiden. Wat ben je aan het doen, lieverd? Wij zijn net tegen dat paaltje aangereden, met de achterkant van de camper. Dus nu hangt die balk los waar de verlichting op zit. Het ging allemaal zo mooi vandaag. Maar goed, dat hoort er ook bij. Niks aan te doen. En gelukkig is Erwin heel handig. Ja, maar waar was jij? Nou, ik was nog niet eens achter de camper. Toen reed jij al vooruit. Maar wij staan hier op de camper ranch. Bij een manege. Dat is in Eersel. Grappig. Ook eens een keer wat anders. Hier staan we dus. Het is weer een wonderlijke mooie dag. Kijk, er komt net iemand aan op een paard. Nou, hartstikke leuk. Kijk, paardenbak binnen. Hier zijn ook ergens, waar was het? Oh nee, hier. Hier zijn de toiletten.
voor dames en douches. Ja, helemaal prima. Donkere boel, maar wat geeft het? En hier is nog een paardenbak. Kijk eens. Paardje. Leuk. Daar staat ook nog één. Oh, daar nog twee. Er zijn veel paarden hier hoor. Hier was ergens ook iets. Oh ja, de wasmachine. Kijk, en daar staan ook allemaal paarden. Daar ga ik maar niet heen. Nou, en daar staan wij dus. Het is een aparte beleving hier. Leuk. Nou, kijk eens. Kabouterhuis. Oh, wat leuk. Kijk nou, wat leuk. Nou, we zijn er. Nou, Erwin zet hem even aan het stroom. Ja, we zitten hier lekker in het zonnetje in de tuin. Hiha! Fancy dining cars. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming. I know I can't be free. But the taste that keeps losing, and that's what tortures me. We zijn van de snelweg af en rijden nu weer op de D-weg. Erwin heeft zijn stuur overgenomen. Hallo. Hallo. We rijden door het mooie Franse landschap. Ja, het is schitterend weer. Toppen zijn hier ook al weer druk aan het werk. En we zien wel hoe ver wij komen. We staan op een camperplek aan de rand van Le Mans. We hebben een betaalde camper pas étape plek uitgekozen. Gewoon even lekker voor de zekerheid. Hi. Hi. Het is hier warm, het is hier 25 graden, het is niet te geloven. We gaan nog even lekker buiten zitten. Het is zo'n beetje 6 uur. 6:15. Vanmorgen om 8:30 vertrokken. Dus het was een lange reisdag. Maar op zondag is het lekker rustig. Dus het ging allemaal prima. Een hele goede morgen. We hebben hier heerlijk geslapen. Het is weer een schitterende dag. Wij gaan zo op de fiets naar Le Mans. Het is een 8 kilometer fietsen, dus heel dichtbij. En wij zijn er klaar voor. Er zijn nog weer mensen die weggaan. Nog meer mensen die weggaan. En wij blijven nog even hier vandaag. Het is een mooi plekje. Nou, Jan-Willem en Thijs, we zijn in Le Mans. Schitterend weer. Greetje doet het vestje alweer uit. En we rijden nu richting het centrum, Centreville. Nou, we zien wel waar het schip strandt.
Nou, we zijn hier in Le Mans. We staan hier bij het Memorial de La Sarthe, een soort obelisk. Nou, en Greetje ziet een kerk. En woeps, we gaan naar de kerk. Oh, lekker. Nou, we hebben wat. Ziet er prima uit, hè, schat. Ja hoor. We zitten hier ook heerlijk in de schaduw. Het is een hele warme dag. Jan de tuinman. Wij zijn weer uit Le Mans vertrokken vanmorgen. En wij zijn nu onderweg naar richting Châteauroux. We gaan niet zo ver rijden. En het is schitterend mooi weer. Weer. Volgens mij iets te warm alweer. Ik vind het alweer bloedheet. Maar ik ga me straks omkleden als we er zijn. Het duurt niet zo lang meer. We hebben gekozen voor landelijke wegen. Dus geen snelwegen, geen tolwegen. En we rijden hier mooi door het Franse land. We waren net even verkeerd gereden, maar we hebben de route alweer gevonden. Nou, nog een 20 minuutjes, dan zijn we er. Dan zien jullie het nog weer. Tot later. Even een blik op de omgeving. We zijn nou net weer een beetje in het plaatsje. Oh, we zijn kruid alweer, schat. Oh ja. Nou, het is wel... Frankrijk is toch wel een mooi land om zo door te rijden, hoor. Ja, je moet geen haast hebben. Nee, alles gaat hier ook met een Franse slag. Ja. En 100.000 rotondes. En zebrapaden. Ja. Nou, wij vinden het leuk. Afslag. We zijn aangekomen op camperpark in Liguel. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Een rustige voormalige stadscamping of gemeentecamping. Prachtige plekjes hoor. Wifi. Nou ja, onze schotel doet het. Het is een toiletgebouwtje. Daar ben ik nog niet geweest. Nou, heerlijk.
ga zo even met het filmpje aan de gang voor de volgende week. Voor de komende week dan. Mooi hier. Nou, een hele mooie camperplaats. Voor ons alleen, dat scheelt. Helemaal voor ons alleen. Mooie afwasplek, mooie wasplek. Hartstikke schoon. Kijk. En er staat lekker niemand. En de wc. Is ook super schoon. Hoop ik. Keurig. Het zwembad is helaas niet open. Die is tot 1 september of tot eind september open. Dus daar kunnen we geen gebruik van maken. Maar dat kan ons niet schelen. Nou, het is 10 oktober. Ja, en het is nu 6:15. En wij zitten nog heerlijk buiten te eten. Het is verbazend hoe mooi weer het is. Schitterend. Ja, we zitten hier op een leuk plekje, maar dat heb ik al even laten zien. Er zijn nog wat meer campers bijgekomen. En nou, wij zitten hem lekker te eten. Ja, een visburger met sla en gebakken aardappeltjes. Prima. Prima. En te doen. Tot later. Doei. Wij hebben besloten om hier nog een dagje te blijven. Het is zo mooi weer. En het is een tasje meenemen. Heerlijke rust. Ja, we moeten ook nog een tasje meenemen. Heb jij de sleutel? Ik heb de sleutel. We nemen nog even een tasje mee. En dan gaan we even naar het dorp. En dit is, dit is dus ook een pas-etappe camping. Er staat net iemand bij de zuil. Maar hier kun je ook lozen en... daar. Lozen en vullen. Wc lozen. Hartstikke mooi. Nou, het is niet echt een bijzonder dorp. Maar ach, wat geeft het. Kijk, die zwaluwtjes die zitten daar op het muurtje. Grappig. Nou ja, wel leuke plantjes zo aan de kant van de weg. Kijk, daar hou ik altijd wel van. Grote kerk in zo'n klein dorpje. Maar ja, heel belangrijk, hè? Een lekker broodje gekocht, lekker koekjes bij de chocolaterie, confiseur en le boulanger. Heerlijk. Goedemorgen maar weer. Hey, goedemorgen. Het is al 11:00 of zoiets. Lekker nog pakken. 12:00 is het al. We wilden eigenlijk daar blijven in Likwe. Ik weet niet hoe het uitspreekt, maar waar we net waren. We zijn vanmorgen even het dorp ingelopen. Erg leuk dorpje. Lekker brood gekocht en lekker koekje. Maar het
zomer is, mensen. Het klopt natuurlijk van geen kant, maar het is wel heel fijn. Het is hier ook prachtig. Een spannend bruggetje. Dit was hem weer. Ik zou zo zeggen, tot volgende week. Jullie zagen in de film dat we over het bruggetje gingen. En waar we dan heen gaan, dat moeten jullie volgende week maar weer zien. Doei! Doei!